Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag een iets ander soort video dan normaal. Ik heb al heel lang niet zo'n echte sit-down video gedaan. En dus dit keer geen kringloop video, geen vintage gerelateerde video. Ik wil eerst even een momentje voor de hoeveelheid kleur ik draag. Ik ben zo trots op mezelf. Deze trui is nieuw en I love it. Ik heb in mijn kast gekeken en ik heb letterlijk één groen item. Dus dit is mijn tweede groene item in, like, my whole life. Dus, cheers to that. Ik zit hier, lekker chill met mijn thee. En het is bijna 2020. En ik vind het altijd heel erg fijn om terug te blikken op het jaar. En dan te kijken wat ik heb geleerd. En ik zat er zo over na te denken. Ik wil heel graag met jullie 5 levenslessen delen die ik in het afgelopen jaar ben tegengekomen, heb geleerd, waar ik veel mee te maken heb gehad. En ik denk dat het wel heel erg interessant is. In ieder geval, ik vind het altijd erg interessant om te leren van iemand anders. Ik vind het altijd interessant wat mensen hebben meegemaakt en wat ze voor les eruit hebben gehaald. En daarom wil ik heel graag dat met jullie delen. Oké, als ik terugdenk aan het begin van 2019, toen zat ik midden in scriptie live. Ik was onwijs aan het stressen. Ik was elke dag bezig met scriptie. Ik stond op en ik ging werken aan mijn scriptie. En ik ging slapen en dat was mijn dag, weet je wel. Dus dat was gewoon, op dat moment was het gewoon helemaal niet leuk. Ik had het er laatst over met een vriendin, Jasna. En ik heb met haar mijn scriptietijd ervaren. Zij zat er ook middenin. Wij hadden echt zoiets van, toen wij aan onze scriptie begonnen, van dit gaat hem echt niet worden. We vonden het echt zo moeilijk. En er waren allemaal eisen. En we dachten echt, nee. Mm-mm. Wat is dit? Nou, ik kan nog niks over gedrag vinden. Is dit iets? Oké, we kijken verkeerd misschien. Oké, we gaan weer terug. Nou jongens, we zijn ready. Nou, wij gaan nu lekker aan de scriptie zitten. Super zin in. Uiteindelijk heb ik het in één keer gehaald. En daarbij eigenlijk mijn eerste les. En dat is geloof in je eigen kunnen. En dit is echt een les voor mij. Als ik terugdenk aan mijn scriptie aan het begin van dit jaar. Voor mij is echt een les geweest van, zie je wel, geloof gewoon in jezelf. En in wat je kan. Want waarom zou jij het niet halen? Ik heb nu ook bij meerdere dingen gemerkt dat wanneer ik denk van, het gaat lukken, ik kan dit, dan lukt het ook. En als je er al helemaal ingaat met van ik kan niet, dan wordt het ook heel erg moeilijk. Dus geloof in je eigen kunnen. Dat is mijn eerste levensles. Het tweede wat ik heb geleerd dit jaar is self-love is zo belangrijk. Je hoort me dit heel vaak zeggen, maar ik meen het ook echt. En vooral deze zomer heb ik onwijs veel aan mezelf, zeg maar, gewerkt. Toen ik eenmaal was afgestudeerd, ben ik in de zomer met een coach van start gegaan. Zij heeft me echt doen realiseren dat ik nog steeds, ondanks dat ik al een paar jaar bewust bezig ben met self-love, en vooral in de laatste 2 jaar, heeft ze me doen realiseren dat ik toch nog steeds hard ben voor mezelf en ook tegen mezelf, zeg maar, negatief praat. Dus ik heb echt geleerd in de zomer om die negatieve self-talk om te zetten naar positive self-talk. En soms heb ik er nog steeds moeite mee. Soms val ik ook wel eens terug. En dat is heel erg normaal, want het is een proces. Het is oké. Maar ik heb wel echt gemerkt dat ik zoveel vooruit ben gegaan. Ik heb veel meer geduld met mezelf. Ik las ergens gisteren dat je het meeste tegen jezelf praat. En zeg maar, dan wie dan ook. En dat is ook zo. Dus als je jezelf continu negatief, zeg maar, tegen jezelf praat, hoe negatiever je eigenlijk wordt en hoe, zeg maar, je dat ook gaat terugzien in je omgeving. Echt, probeer het als je het nog steeds niet doet. En ik weet dat heel veel mensen zich helemaal niet bewust zijn ervan. Maar
we doen het echt. We zijn veel harder voor onszelf dan dat we voor een dierbare zouden zijn. Het is eigenlijk best wel raar, want je bent continu met jezelf. Je, zeg maar, je bent natuurlijk niet de hele tijd alleen, maar je bent continu met jezelf. En het is zo belangrijk om dan ook goed tegen jezelf te praten. Gewoon iets heel simpels. Als iets bijvoorbeeld niet lukt, in plaats van tegen jezelf te zeggen van... Ah, kut, het lukt niet. En waarom lukt het niet? Waarom kan ik dit niet? Jeetje, ro, weet je wel, zeg maar zo. Echt dat negatieve. Je zou zo nooit tegen een dierbare praten. Dus waarom doe je dat wel tegen jezelf? Dus ik heb echt geleerd om dan echt te zeggen van... Oké, okay, het lukt niet. Het is oké. Okay. Ga even wat anders doen. Neem lekker een kopje thee. En ga even naar buiten. En begin dan opnieuw. It's fine. Het is niet het einde van de wereld. En misschien heb je de lat wel veel te hoog voor jezelf gezet. Dat kan ook. Dus... Zen. Ik heb dat deze zomer onwijs geleerd. Jullie weten natuurlijk al dat ik veel aan journaling doe. Dus ik schrijf veel. Ik schrijf veel wat ik denk, wat ik voel. Want anders wordt het gewoon helemaal chaos in mijn hoofd. Wanneer iets me raakte of wanneer ik dat harder voor mezelf voelde, ging ik schrijven van oké, waarom voel ik mij zo? Waarom ben ik zo hard voor mezelf? Waar komt het vandaan? Dat is echt super belangrijk. En wat kan ik nu doen zodat dat gevoel... dat ik dat kan omzetten in iets positiefs. Ik kan gewoon niet omschrijven hoeveel goeds me dat heeft gedaan. En hoeveel positiever ik nu in het leven sta. Dat wil ik even delen. Bij die positive self-talk hoort ook echt het aspect van luisteren naar je lichaam. Ik denk dat het ook een heel belangrijk iets is van self-love. En dat is luisteren naar je lichaam. Als je moe bent... neem rust, ga sporten, dat soort dingen, eet goed. Als je lichaam je dat gevoel geeft van niet doen, van stop met alsmaar doorgaan en doorgaan en doorgaan, stop dan ook. Wat ik heb geleerd is dat het bij mij, als ik niet naar mijn lichaam luister, dan wordt het fysiek. Dan ben ik dus ziek, krijg ik hoofdpijn, een nekpijn en dat zijn natuurlijk dingen die je niet wilt. Ik merk gewoon als ik naar mijn lichaam luister en echt geduld heb met mezelf, dat het dan gewoon... veel beter gaat. Soms zijn we zo bezig en is het ook heel erg leuk, maar soms is het ook echt gewoon too much en dan ga je dat echt voelen. Dus ik heb dit jaar echt geleerd om naar mijn lichaam te luisteren op tijd, want ik was, ja, ik ben altijd iemand die heel graag bezig is en leuke dingen wil doen en wil werken en nou ja, dat soort dingen en gewoon heel veel ideeën hebben die ik allemaal doen, maar soms kan dat gewoon niet en moet je gewoon eventjes dat momentje rust nemen, ook al is het maar heel even. Het is zo belangrijk. Mensen, het is zo belangrijk. Dat was mijn tweede levensles. Ik merk wel dat ik dit jaar er nog meer mee bezig was. En echt bewust ben van wat ik doe. Wat ik zeg tegen mezelf. En waar ik mee bezig ben. De momenten die ik neem voor mezelf. Wanneer ik merk dat ik negatief ga praten over mezelf. Probeer mezelf direct te stoppen en het om te draaien naar iets positiefs. Op één met de volgende levensles en dat is dankbaarheid. Dankbaarheid was iets waar ik vorig jaar ook mee bezig was, maar ook dit jaar merk ik dat ik veel meer en veel vaker me dankbaar voel en dat ik echt een positieve energie door mijn lichaam voel stromen en ik heb het echt op de meest random momenten, echt vooral bij de kleine dingen in het leven. Ik zat gisteren bijvoorbeeld in de auto en ik had echt een heel leuk weekend gehad. Ik zei het ook tegen diegene van, ik voel me zo dankbaar. Ik heb het ook best wel vaak als ik bijvoorbeeld een koffie ga drinken, gewoon alleen. En daar lekker met een boek zit of met mijn laptop en gewoon naar de mensen kijk. Of als ik bijvoorbeeld buiten loop of allemaal dat soort dingen. Dat ik echt zoiets heb van, oh my god, ik ben zo dankbaar. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om dankbaar te zijn. Maar ook echt bewust dankbaar zijn. En niet alleen als er vet... leuke en goede dingen gebeuren. Dankbaarheid is super belangrijk. Is nou juist in het normale soort van. Want heel vaak worden die kleine dingetjes vergeten.
Zoals bijvoorbeeld koffie drinken, ik zeg maar wat. Of wanneer je iets leuks meemaakt met iemand. Of wanneer je gewoon blij bent om met diegene te zijn. En ik heb het echt steeds vaker als ik ook met dierbaren ben. Ik apprecieer zo erg om met diegene te zijn. Je kan niks controleren in het leven. En je weet niet hoe dingen gaan lopen. Je weet niks eigenlijk. Je weet niks van de toekomst. En je weet niet eens wat morgen gaat gebeuren. Dus ik heb zoiets van geniet met wie je bent. En geniet van het moment. Leef in het hier. Ik heb nu ook zoiets van, ik voel me ook heel erg dankbaar dat ik nu een video kan opnemen. Om dit zeg maar met jullie te delen. Het voelt voor mij gewoon heel erg fijn. Omdat ik dan zoiets heb van, ik weet niet. Ik weet niet. Het is gewoon zo. Weet je? Het is gewoon zo. Dit klinkt misschien heel erg gek. Maar je denkt misschien nog maar aan, niet alles in het leven is positief. En dat is ook echt zo. Als ik terugkijk naar dit jaar, dan zijn er ook negatieve dingen gebeurd. En zelfs daar ben ik dankbaar voor. En dat klinkt misschien heel raar. Ik geloof gewoon heel erg dat dingen gebeuren voor een reden. De dingen die zijn gebeurd, daar heb ik of iets van geleerd. Dus of ik heb er een les uit gehaald. Ik heb gewoon de gedachte van, het moet gewoon zo zijn. En ik weet doordat dat negatieve is gebeurd, dat ik er iets uit kan halen. En dat ik weer ben gegroeid als persoon. Want mensen vragen vaak van, hoe blijf je zo positief? Ik heb ook echt mijn negatieve momenten. Maar over het algemeen, ben ik best wel positief. En ik kan heel snel dingen soort van omswitchen op een goede manier. En wel gewoon verwerken. Maar ik kan het wel vaak snel omswitchen. Ik had laatst een video gezien. En dat ging over dat energie, zeg maar, flows. Ik kan even, soms heb ik echt dat ik dan in Nederlands gewoon niet mezelf kan uiten. Kapot raar, maar goed. Hè? We don't judge. Positief, negatief, positief, negatief. En je weet gewoon, dat is ook het leven. Je kan niet altijd positief. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Je hebt altijd dat je, het gaat altijd zo. En ik denk, wanneer je dat gaat accepteren, dat je dan met veel meer afstand en veel meer rust tegen iets negatiefs aan, zeg maar, tegen iets negatiefs staat. Dus mijn les is echt van, wees dankbaar. Niet van alle positieve momenten. Stel je voor, je vindt het moeilijk om dankbaar te zijn. Wat ik ook echt snap. Want ik moest het ook echt wel, ik moest er echt veel meer bewust van worden. Wat ik dit jaar bijvoorbeeld een tijdje heb gedaan, is elke dag 3 dingen voordat ik ging slapen opschrijven waar ik dankbaar voor was die dag. En ik denk dat je daardoor echt je hersenen traint om daarover na te denken. En dat gevoel van dankbaarheid te voelen. Wanneer je het schrijft, probeer ik echt die dankbaarheid te voelen van, oh my god, ik ben echt dankbaar. Ja, dat is gewoon een heel fijn gevoel. Eigenlijk leidt dit ook weer naar de 4e levensles. En dat is, afwijzing leidt je naar iets beters. En ik heb hier ook een podcast over gemaakt. Ik zal deze in de beschrijving linken. Maar ik wil het toch nog eventjes kort, heel kort, met jullie over hebben. Ik wilde heel graag naast YouTube en mijn podcast en Instagram iets erbij hebben, iets vast. Dus daar was ik op zoek naar. En ik ben daar een paar keer voor afgewezen. Ik heb natuurlijk mijn hbo-diploma gehaald. En ik dacht, hoe dan? Zeg maar, waarvoor heb ik mijn diploma gehaald? En ik vond het echt een soort klap in mijn gezicht. Omdat ik het gewoon echt niet had verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om zonder ervaring, want vaak wordt ervaring bij een eigen bedrijf niet gezien als ervaring. Ik heb gemerkt dat als je bijvoorbeeld wordt afgewezen voor een baan of wat voor afwijzing dan ook, dat het je, zeg maar, leidt naar iets beters en iets wat wel voor jou is. Blijkbaar moet het zo zijn. In ieder geval, ik heb die gedachte altijd van, ik ben afgewezen, oké, vet balen. Ik baalde ook super erg. Maar ik had daarna, na een dag, had ik wel zoiets van, oké, je gaat wat anders vinden. Het komt op je pad. Rejection is a redirection. Ik geloof daar gewoon heilig in. Want nu heb ik iets ernaast, wat ik maar 20 uur doe. En uiteindelijk is het gewoon goed gekomen. Het duurde een beetje lang. Maar uiteindelijk, weet je, afwijzing leidt je altijd naar iets beters. Ook al word je afgewezen op, ik zeg maar wat, in de liefde. Echt, er komt iets beters op je pad. Ik heb echt een hele podcast gemaakt hierover. Ik vind hem zelf heel erg nice geworden. En ik denk ook zeker als je nu door een afwijzing gaat, dat het echt een aanrader is. Ik geef daar ook tips. En nou ja, dan eigenlijk mijn laatste les van dit jaar. En dat is eigenlijk,
wanneer jij zo enthousiast bent over iets en je voelt het door heel je lichaam dat je iets moet doen, doe het. En luister niet naar anderen die je niet supporten, die het niet met je eens zijn, die zeggen van, moet je dat wel doen? Is het wel slim? Mensen in je omgeving die gewoon niet zo positief reageren zoals jij dat had gehoopt. Ik heb het nu een paar keer meegemaakt dat ik dacht van, zo jammer, zeg maar. Omdat ik er dan zo enthousiast over ben. Alleen, ik merk echt dat ik er zoveel beter mee om kan gaan. En ik weet gewoon dat vaak reacties bijvoorbeeld uit bezorgdheid zijn. Het is dan gewoon een soort van projectie van hen. Het heeft niks met mij te maken. En ik denk dat dat super belangrijk is om dat uit elkaar te houden. Mensen zien je toch wel anders. En het heeft geen zin om mensen te gaan pleasen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om naar jezelf te luisteren. En als jij voelt dat je het moet doen. Zo, ik deed heel hard dit. Als jij voelt dat je het moet doen. En je krijgt er vet veel energie van. En je denkt, ja, this is it. Ga ervoor. En ook al ga je op je bek. Het maakt niet uit. Je leert ervan. Je gaat het anders doen de volgende keer. Weet je, of het pakt wel uit. Who knows? Ga niet natuurlijk roekeloos dingen zitten doen. Die, nou ja, denk wel een beetje na. Zeg maar, wat bijvoorbeeld mis zou kunnen gaan. Maar ga er gewoon voor. Laat je gewoon niet weerhouden van iets waar jij van droomt. Het is er niet voor niks. Het komt niet op je pad voor niks. En die gedachte komt ook niet voor niks. Dus ga er gewoon voor. En ik heb toevallig net een hoofdstuk uit dit boek gelezen. En ik wil het eigenlijk een stukje voorlezen. Het gaat erover dat we in een maatschappij leven wat gesteld is op angst. Mensen die uit hun comfortzone komen en hun hart volgen door een sprong in het duister te wagen. Heel vaak krijgt het nemen van zo'n sprong het etiket onverantwoord, egoïstisch of gestoord opgeplakt. Totdat je slaagt natuurlijk, dan ben je briljant. Dit komt doordat zien hoe iemand anders er helemaal voor gaat kan ongelooflijk verontrustend zijn voor iemand die zijn hele leven heeft besteed aan het zichzelf ervan overtuigen waarom hij iets niet kan doen. Maar er staat ook van, er zijn genoeg mensen op deze wereld die ons aanmoedigen. Maar een van de eerste dingen waar je waarschijnlijk mee te maken krijgt als je een besluit neemt om te ontwaken en een enorme positieve verandering in je leven te maken, is de afkeuring van andere mensen die maar doorsnurken. Vooral mensen die dichtbij je staan, hoe vervelend dat ook mag klinken. Zij kunnen hun ongemak op allerlei manieren kenbaar maken. Woede, gekwetstheid, verbazing, kritiek. Hier staat bijvoorbeeld een reactie wat je zou kunnen verwachten. Dit gaat bijvoorbeeld over Shirley die dan haar eigen schoonheidssalon wil openen. En dat wil ze zo graag doen. Ze krijgt zoveel energie van en ze wordt er zo blij van. En dan krijgt ze een reactie zoals deze. Shirley, ga je echt je vaste baan bij dat bedrijf opgeven om een schoonheidssalon te beginnen? Terwijl je 2 kinderen hebt, een hypotheek en een hoge bloeddruk. Zo weinig nieuwe bedrijven slagen, zeker in dit economische klimaat. Maak je je geen zorgen over wat er met je gezin gebeurt als je bedrijf mislukt? Natuurlijk maakt Shirley zich druk over wat er gebeurt met haar gezin als haar bedrijf mislukt. Ze wordt elke nacht wakker, gegrepen door paniek, maar ze heeft zich over haar angst heen gezet om iets te creëren waar ze helemaal wild van is. Zelfs al doen ze dit vaak uit liefde en bezorgdheid, het laatste waar je op zit te wachten als je je superheld spierballen sterker maakt om los te breken en wat risico's neemt, is dat anderen hun angsten en zorgen over jou uitspreiden. Ik beveel je dus van harte aan om je mond dicht te houden in de buurt van mensen die je ontmoedigen. Zoek in plaats daarvan mensen op die zelf al fantastisch zijn of die in beweging komen om dat te doen. Of mensen van wie je weet dat ze anderen steunen en neem hen in vertrouwen. Want je hebt al te maken met je eigen innerlijke gekkenhuis dat je in de hand probeert te houden vanwege de tegenwerpingen van je eigen grote sluimerstand. Dit boek is geweldig. Ik vond dit nog wel even een goede afsluiting van wat ik bedoel inderdaad. En dit was eigenlijk mijn 5e levensles van 2019. En ik heb natuurlijk heel veel andere dingen geleerd. Maar dit waren wel echt dingen waar ik veel meer bewust van ben geworden. En heb meegemaakt. Ervan heb geleerd. En ik wil dat heel graag met jullie delen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dat je het gewoon een leuke video vond om te kijken. Ik wil jullie hele fijne feestdagen wensen. Maak er een super mooi nieuwjaar van. En een tip van mij is, schrijf alles op wat je in het nieuwe jaar wilt bereiken. Maak een vision board. Whatever. Dat ga ik in ieder geval doen. En ja, ik wens jullie het allerbeste. En dan zie ik jullie pas volgend jaar.
Goeie grap, hè? Dan zie ik jullie weer in 2020. Mwah!